We staan live in Lemelen. Ik sta naast Mark. Jullie organiseren hier iets voor heel veel mensen. Ja, zo'n 500-600 mensen komen hier denk ik over de hele dag voor heel Lemelen. En nu hebben we bij elkaar zo'n 70 bussen. We hebben ze net allemaal gereed gemaakt om af te steken. De brander staat aan, dus het eerste schot gaat beginnen. Ja, laat maar komen. Daar komt hij dan, hè. We zijn dus live in Lemelen bij het kabietschieten. En op welke manier steken ze nou aan met een soort vlammenwerper? Ja, we steken ze aan met een gasfles en een lange stok, zodat je er een paar meter vanaf staat. Vooral bij de grote vat is dat heel bevoordelijk. Ik kan de oordoppen weer afdoen. Ja. Dat waren zo'n 70 knallen ongeveer. Ja, ongeveer. Hoe lang duurde dit al hier in Lemelen? Hier in Lemelen doen de andere groep die waar we mee samen doen, die doen het hier denk ik al wel 10, 15 jaar denk ik wel. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang, maar wij doen dit ook al vanaf een jaar of 10, 11 bij ons thuis. Elk jaar weer een paar bussen en dan elk jaar er weer een paar bij. Ja, en dan weer dat was hem weer. Ja, het is echt een echte traditie geworden. Het is voorbij. Dat doet de hele dag. Biertje erbij, heel veel gezelligheid. Ja, biertje erbij, hapje erbij van de grote barbecue van de jongens. Met een uurtje krijgen we een hoofdprijs voor de beste ballen halen. En daarna krijgen we nog veel meer prijsjes natuurlijk. Een paar harde knal. Jullie gaan door tot 12 uur? Nee, wij gaan ongeveer door tot het donker wordt. En dan hebben we nog als afsluiting een grote vuurwerkshow geregeld door de Dibbers. En dan is het eigenlijk het einde. Dus een en al gezelligheid vandaag? Een en al gezelligheid vandaag. Nou, 70 ballen per keer gaan er de lucht in. En dat gaat de hele dag door tot het donker is. Een vuurwerkshowtje erbij dus. Nou, dat moet een en al gezelligheid zijn en blijven hier in Lemelen. Ja.